Hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik wou het vandaag met jullie eens hebben over de voordelen en de nadelen van een man zijn. Want ik ben natuurlijk een man, zoals je ziet. Wat? Kun je dat niet zien? Zie ik er niet mannelijk uit? Of wel? Nou, voor degenen die zeggen dat ik er mannelijk uitzie, bedankt. En voor degenen die het niet vinden, dat is niet zo aardig. Maar ik wou het dus over de voordelen hebben en de nadelen. Al ken ik wel wat meer voordelen dan nadelen. Dus ik zou meer voordelen bespreken. En een paar nadelen. Zullen we maar beginnen met de nadelen? Ja, laten we daar maar mee beginnen. We beginnen altijd met het negatieve en dan gaan we over naar het betere, naar het positieve. En ik kan eigenlijk maar één nadeel bedenken. En weet je wat een nadeel is aan een man zijn? Je gaat sneller stinken. Als mannen buiten lopen met mooi weer en ze gaan zweten, dan gaat dat sneller stinken dan bij een vrouw. Of als een man op de wc zit en moet poepen, dan stinkt dat ook veel sneller dan bij een vrouw. Ik weet niet waarom, maar ja, blijkbaar is het zo. En hebben mannen daar meer last van dan vrouwen. Maar we gaan naar de voordelen. Dat was maar één nadeel. Dus ik kan maar één nadeel bedenken. En voor de rest alleen maar voordelen. Dus dat is positief. Voor mij dan. Dus we gaan naar de voordelen. De voordelen. Wij mannen zijn fysiek wat sterker. Kijk, we kunnen wat beter zware spullen optillen. Niet dat ze dat het willen doen hoor, de mannen. Daar niet van. Maar gemiddeld zijn mannen fysiek wat sterker. Daarom kun je ook wat beter zware spullen optillen. Dus dat is weer een voordeel. Tenzij sommige vrouwen daar gebruik van maken, heet het weer dat je dingen voor ze optilt. En de hele tijd maar bezig bent. Ik ken het. Sommige vrouwen willen dat wel eens. Dus dan blijf je maar bezig. Dan is het weer geen voordeel. Maar voor de rest is het een voordeel dat mannen fysiek wat sterker zijn. Dus. En heb je ook nog het voordeel? Al is dat voor mij geen voordeel, want ik vind het niet leuk om te doen. Maar ja, mannen kunnen beter voetballen. Je hebt altijd met WK's, heb je de mannenvoetbal en je hebt de WK vrouwenvoetbal. Nou kijk maar eens naar het niveauverschil. De mannen zijn een stuk beter dan de vrouwen. Ik vind niet ergens vrouwen voetballen. Moet ze zeker blijven doen. En ik support het ook. Ik kijk er ook naar. Maar als je kijkt naar wat beter is, dan zijn de mannen toch wat beter. Nou ja. Tenzij een vrouw tegen mij moet voetballen. Want ik als man ben dan weer niet goed in voetbal. Dus misschien ben ik toch niet echt mannelijk. Ja. Want ik ben slechter dan alle vrouwen van de wereld bij elkaar. Ja, dan ben ik sowieso slechter. Want dan speel ik in mijn eentje tegen alle vrouwen van de wereld. Daar kan ik niet tegenop. Ja. Ja, dan heb je nog meer voordelen, namelijk de voordelen met alcohol. Kijk, het is alcohol, maar daar gaat het nu niet om. Maar mannen kunnen ook wat beter tegen alcohol. Mannen zijn minder snel dronken dan vrouwen. Ja, weet je wat het is? Je ziet wel vaker dronken mannen, maar dat komt omdat ze meer drinken. Maar over het algemeen kunnen mannen iets beter tegen alcohol. Dus ja, ik kan ook heel goed tegen alcohol, maar ja, ik ben ook wel wat gewend. Dus, dat zijn de drie voordelen aan man zijn. Dus ik ben er blij mee dat ik een man ben. En ik zou ook nooit een vrouw willen zijn. Nee. Oh, en nog een voordeel. En dat bespreken vrouwen altijd. Altijd als vrouwen het hebben over één dag een man zijn, zeggen ze dit altijd. Staan plassen. Als man kan je ook nog staan plassen. Dat is ook een voordeel. Ga je gewoon staan voor de wc. En dan poes, 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 poes. Nou, ik doe nooit zo hoor. Ik doe meestal gewoon zo. Pssst. En zit in één keer in de wc. Lekker makkelijk. Hoef je niet te gaan zitten. Hoewel ik wel zo type ben dat ga ik zitten, want ik ben een beetje lui. Maar ja, plassen doe je gewoon staan als man, toch? Ja, dus dat was ook weer een voordeel. Nou, dat waren een beetje de voordelen en de nadelen van de man zijn, zoals je ziet. Nee, nog eentje. Als man hoef je niet te bevallen. Dat lijkt me ook niet zo leuk, hoor. Om 9 maanden zwanger te zijn, met zo'n dikke pens rond te lopen, en dan die kutbevalling. Dan krijg je zo'n kutkind, of een leuk kind, kan ook natuurlijk. Maar dan krijg je zo'n kind en dat doet hartstikke zeer. Nee. Daar ben ik ook blij mee dat ik dat niet hoef te doen. Nou hoef ik sowieso geen kinderen hoor. Mij niet gezien. Maar als ik kinderen had gewild, dan is het wel weer een voordeel dat je een man bent. Nou, is er nog wat te bedenken? Nee. Dus weet jij nog een voordeel of nadeel van een man zijn? Laat me even weten. En als je vrouw bent, laat me even de voordelen en nadelen van de vrouw weten. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nou, dit was de video. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.